Oh, jongens en meisjes, nou pak ze van strip heb. Nou een achterkommertje weer. Omdat er daar een gesigneerde bij zit voor de VIP-leden. En ik die geen VIP-lid zo zijn, dat kan niet. Maar nou, mijn pakjes zijn er heel lang aan toekomen. Dus je ziet altijd perfect verpakt, hè, strip heb. Ik moet er nog drie toekomen van de week. Nou, ik heb er weer een dubbele ding besteld. Ik zit te bestaan bij de een en te bestaan bij de ander. En natuurlijk weet ik niet dat ik het al bestel dan bij de eerste. Want toch, ik smoor niet, drink niet. Dus, dat is wel wat ik mee gehaald, hè, en dat er niet. Koop je keer een dubbele en je verkoopt dat meer, ja. Dat ze toch al je belastingsgeld hebben betaald, maar je had ervoor gewerkt. Oh, wat is dat weer? Nou, de raad had de zuster. Kom ik er weer in? Want dan ik alleen zet hier een brief bij. Waar is een barbaar? Onzijbare oorlog. Ik heb er ook een libris bij. Limited edition. Je mag daar ontschuilen. Ja, dat kan nog niet. En onder het paradijs moest ik ook nog in. Ja, zo. Allee, weet je dat hij moet bestaan, hè? Of matata, hè? Allee. Ik zie je nog een keer zeer weer. Ik kan het blad niet goed omgedraaid, maar die strip naar de ratio. Dat hierin. Wacht, hè. En die, dat was met een D die ik zat aan de zus al te zoeken. Ik voelde hem niet, maar ik had een bladje te veel aan mijn vingers die er aan plakte, kijk. Zo niet. En hij is hier dokter nog de wise man, Jozef, die dat echt meegemaakt had. Bewonder ze maar. Mijn opa had ook in een loge meegevonden, 5 jaar aan het front. In 1418, ik heb nog van alles van brieven en foto's liggen en al. Van hem en onze medailles. Ik heb er ook een boek over laten maken, over mijn opa. Nou, bij wie moet ik dat voor een zin? Ik heb hier al de bewijzen en de brieven en al. Allee, kijk, je hebt dat ook gezien. Dat is een dat ik onkoester nu had. Er zit een dossiertje bij open. En die brief was, mijn libris die nog achterkomt. Omdat het een groot succes was. Om maar een keer kijken erin komt. Dat is met een speciale omslag, een ding. Gesigneerd door Jozef Wijseman. En dat is het verhaal, hè.
Een echter verhaal ga je niet vinden, want het is vertaald door Wijsman Zave. En beter het u een einde dat mensen niet allemaal meegemaakt als Zave in een oorlog. Nog een dossiertje ook erover. Allee, jongens en meisjes, schop dan maar. Dat u niet beklagen. Na de rage, vrij goed.